overpeinzingen. Haar ogen schoten naar de plek waar de valk stil hing in de lucht. Ze heeft het gezien, zei Marten opgewonden, achter die hoge richel. Ze was haar vermoeidheid op slag vergeten en rende er zo snel mogelijk naartoe. Terwijl ze landde, riep de vogel hen. Ieuw, ieuw. Zei ik toch, lachte Cathalie, terwijl ze Marten inhaalde. Ze bukte bij de spleet in de rots, waar Shaheen was neergestreken. Ze haalde een stukje gedroogd vlees uit de tas, die ze op haar rug droeg en gooide het naar Shaheen. De vogel ving het behendig op. Goed gedaan, prees Cathalie haar. Toen boog ze zich over de donkere holte tussen de stenen. Ja, ik zie iets glinsteren. Het lijkt behoorlijk groot. Meteen stak ze haar hand in de spleet. Idioot, riep Marten. Wat doe je nou? Er kan wel een slang in zitten. Laat je hier er eerst in kijken. O, vergeten, zei Cathalie beteuterd, terwijl ze haastig haar hand terugtrok. Ze stak haar gehandschoende linkerhand omhoog. Shaheen landde er meteen op en plukte hongerig aan het leer. Cathalie hield de vogel boven de spleet. Slang, kijk maar, lekkere slang. De zwarte ogen van Shaheen tuurden een paar momenten in de donkere holte. Toen wendde ze verveeld haar kop af. Ka, ka, wedelde ze. Al goed, zei Cathalie, geen slangen dus. Hier heb je lekker stukje vlees. Nu kun je veilig je hand erin steken, knikte Marten. Tenzij er natuurlijk een schorpioen in zit, want die lust Shaheen niet, dus waarschuwt ze daar niet. Ja, zou kunnen, onderbrak Cathalie haar. Of er zit een jaloerse bergnimf in, of het zijn giftige paddenstoelen, of duizend andere gevaren, maar dat zal dan wel. Ze stak opnieuw haar hand in de spleet en tastte voorzichtig de wanden af, tot ze vond wat ze zocht. Haar ogen begonnen te stralen. Geef me het gereedschap eens aan. Marten haalde een beitel en een hamer uit Cathalie's rugzak. Met het puntje van haar tong tussen haar tanden ging Cathalie aan het werk. Gespannen keek Marten toe. Kun je erbij? Vroeg ze. Zal ik niet even, als het nou niet lukt? Het lukt wel, zei Cathalie beslist. Geconcentreerd werkte ze verder. Marten keek naar de lucht. Wat raar, mompelde ze. Wat? Vroeg Cathalie, met haar ogen strak op de rotspleet gericht. Het lijkt wel of het donkerder wordt, maar er zijn geen wolken. En die wind, hoor je dat? Cathalie onderbrak haar werk en volgde Martens blik. De lucht, die daarnet nog helder blauw was geweest, was verkleurd naar een vale grijspaarse tint die weinig goeds voorspelde. Hoewel de zon nog steeds scheen, waren haar stralen krachteloos, zonder warmte. En de wind, die de hele middag al stevig gewaaid had, huilde nu met een naargeestige ondertoon die Cathalie deed huiveren. Werk maar gauw door, raadde Marten haar aan. Er klonk lichte paniek in haar stem. Ik heb het bijna los. Wacht, ja, ik heb het. Langzaam trok Cathalie haar handen uit de smalle opening. Haar geschaafde vingers sloten zich om een brok steen. Een plotselinge, zeer sterke windvlaag sloeg haar bijna tegen de rots aan. Marten wankelde en kon zich maar net staande houden. Het leek of hun adem opgezogen werd door de voorbijkolkende lucht. Onder hen kreunde de berg als een reus die wakker werd geschud uit zijn slaap. Een diep gebrom trilde door in al hun spieren. Diep beneden hen hoorden ze de paarden hinniken. Een roofvogel schreeuwde en de rauwe kreet weerkaatste om hen heen. Cathalie voelde hoe haar hart bonste. Tegenover haar keek Marten haar met grote angstogen aan. Toen kwam alles weer tot rust. Het angstaanjagende geluid verdween, de wind ging liggen en de stralen van de zon schenen weer moeiteloos in een strak blauwe hemel. Shaheen stak haar kop om haar veren. Wat was dat? Piepte Marten. Cathalie schudde verbijsterd haar hoofd. Ik weet het niet, zei ze zacht. Hoor je misschien? Ze keek weer naar haar handen, waar de steen nog in verborgen lag. Langzaam opende ze haar vingers. Oh, Martens adem stokte. De stralen van de zon werden weerkaatst in perfect gevormde vlakken van de doorzichtige stenen naalden als een uitvergroot ijskristal. Wat is die ongelooflijk mooi, zuchtte Cathalie. Als betoverd
keken ze naar het sprankelen van het zonlicht in het heldere kristal.